Vanaf 1960 kwamen de eerste groepen gastarbeiders naar Utrecht. Veel Grieken kwamen via België na eerst in de mijnen gewerkt te hebben. België had al sinds 1957 een wervingsovereenkomst met Griekenland afgesloten. Nederland pas in 1962. Veel arbeidsongevallen in de mijnen heeft veel Grieken doen besluiten om veilig werk elders in Europa te zoeken. Ronselaars hebben deze spontaan geholpen in Nederland werk te vinden. De meeste waren ongeschoolde alleengangers afkomstig uit Noord-Griekse streken, met name uit Thracië en Macedonië en in het bijzonder uit de provincie Evros. Families nodigen familieleden en dorpsgenoten uit. In Nederland was grote behoefte aan ongeschoolde arbeiders. In Utrecht is de grootste Griekse gemeenschap in Nederland ontstaan. Vrij snel ontstonden er communicatie- en opvangproblemen. Een aantal Grieken die al voor de Tweede Wereldoorlog in Utrecht waren, hebben zich over deze mensen bekommerd. Mensen als de heer en mevrouw Sideris, de heer Dimitopoulos en de Richotakis zijn door de werkgevers en de plaatselijke instanties erbij gehaald om een brugfunctie tussen hen en de Griekse arbeiders te vervullen. De Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers heeft ervoor gezorgd dat er een ontmoetingscentrum voor de Griekse gastarbeiders kwam. Het Griekse Huis aan de Allendorpstraat, waar de Grieken hun cultuur konden beleven, ruimte voor ontmoeting en recreatie hadden en waar de Nederlanders kennis konden nemen van de Griekse gewoontes. In november 1963 werd het Griekse Huis aan de Allendorpstraat door de Griekse ambassadeur geopend. De ruimte bleek vrij snel te klein. In korte tijd was het aantal Grieken tot 700 personen gegroeid. Bedrijven waar Griekse gastarbeiders werkten, hebben bijgedragen aan de inrichting van het huis. In het Griekse huis werden vrij snel Nederlandse taallessen georganiseerd en voor de ontspanning Griekse films gedraaid. De mensen pakten het leven van Griekenland op. Op 25 maart 1965 wordt in het huis de Nationale Bevrijdingsdag gevierd. De komst van de Grieks-Orthodoxen in Utrecht is de Griekse kerk niet onopgemerkt gebleven. De bisschop Polyevkos, verantwoordelijk voor de geestelijke begeleiding van de Grieken in Duitsland, Denemarken en Nederland, bezocht in mei 1964 het Griekse huis. De landelijke overheid intensiveerde de ondersteuning aan de gastarbeiders via de Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers. De minister van Maatschappelijk Werk, mevrouw Schouwenaar Fransen, complimenteerde de oprichters van de stichting. De overheid verwelkomde de komst van de gastarbeiders. De minister ontvangt een delegatie van Utrechtse Grieken. In 1964 zet de opvang van gastarbeiders de eerste stappen naar professionalisering. In 1965 veroverde de nieuwe dans West-Europa. Eurasia als een schokgolf verspreidt zich over het continent. De Sirtaki wordt populair. Trio Helleniek veroverde de harten van de Europeanen. De Grieken in Utrecht vormden dansgroepen en leerden de dans aan de Nederlanders. De Grieken zijn geliefd. Tijdens de oprichting van de Stichting Buitenlandse Werknemers dansen de Grieken hun traditionele dansen. Griekse werknemers van Douwe Egbers in Utrecht. Tweede van rechts met bril zit Nico Sideris. Links van hem Michalis Popovic, die als bijnaam Zorba had vanwege zijn danskwaliteiten. Hij werkte in de garage van Douwe Egbers als automonteur. De professionalisering van de opgang zet zich door. De Grieken krijgen voor een paar uur per week een tolk. Mevrouw Dimitra de Bruin Evribiotou wordt bij de stichting aangesteld. Ze kunnen in hun eigen taal hun problemen voorleggen. 21 april 1967 is er in Griekenland door de militairen een staatsgreep gepleegd. Er is een grote verdeeldheid binnen de gemeenschap ontstaan. Het Griekse huis is het toneel van verdeeldheid geworden. Voorstanders en tegenstanders van de militaire junta vochten onderling veel conflicten uit. In januari 1968 was de stichting genoodzaakt het huis te sluiten. De verdeeldheid heeft bij de gemeenschap diepe wonden achtergelaten. Op 21 februari 1970 werd prins Constantijn in de kerk gedoopt. De Griekse koning in ballingschap Constantijn kwam als zijn peetvader.
De Griekenland-werkgroepen in Nederland protesteerden omdat zij vonden dat koning Constantijn mede verantwoordelijk was voor de afbrokkeling van de democratie in Griekenland en daarmee voor de staatsgreep op 21 april 1967. Ze vreesden de lange arm van de junta. De Griekse instelling die verantwoordelijk was voor het bewaken van het verdrag tussen Griekenland en Nederland was verplaatst van Rotterdam naar Utrecht, waar de grootste Griekse gemeenschap woonde. Onderwijzers en poppers die financieel afhankelijk waren van de Griekse overheid fungeerden, gewild of ongewild, als verlengstuk van de junta. De Grieken werden bespioneerd. De gemeenschap was georganiseerd in verenigingen voor en tegen de junta. Juli 1974, na 7 jaar dictatuur, is de junta gevallen. De gemeenschap moest weer de draad oppakken en opnieuw haar organisatievorm opbouwen. De eerste generatie was al meer dan 10 jaar in Nederland. De gezinshereniging had plaatsgevonden en de behoefte aan Grieks onderwijs groeide. Discussies werden georganiseerd over het onderwijs aan kinderen in eigen taal en de rol van de Griekse en de Nederlandse overheid. De katholieke Bonifacio School organiseerde het Griekse onderwijs. Het werd een zogenoemde concentratieschool. De Griekse kinderen kregen binnen het reguliere onderwijs Griekse taalles door Griekse onderwijzers uit Griekenland. Ook hier bleef de verdeeldheid tussen links en rechts zijn invloed nog hebben bij de verkiezingen van de oudercommissie. Een deel van de ouders koos voor het Nederlandse onderwijs. Om hun kinderen toch Grieks te leren, maar dan buiten de uren van de basisschool, richtten zij de Odysseaschool op. De kinderen kregen Griekse les op woensdagmiddag en zaterdagochtend. Naast Griekse taallessen werden er ook de nationale feestdagen gevierd. Toen de kinderen ouder werden, werd de Griekse taal en cultuur op middelbaar niveau georganiseerd. De leerkrachten werden door de Griekse overheid beschikbaar gesteld. Vanaf het begin was voetbal een geliefde recreatiesport. Griekse elftalen waren actief in de Utrechtse competitie via de vereniging Apollon. September 1975 werd Dimitris Giannakos aangesteld bij de Stichting Buitenlandse Werknemers als hulpverlener en opbouwwerker voor de Grieken. Na 10 jaar krijgen de Grieken weer een cultureel centrum. April 1978 heeft de opening van het centrum aan de Willem van Oostraat plaatsgevonden. Veel activiteiten werden daar door de Griekse Vereniging aan de Kennis georganiseerd. Een uitleenbibliotheek was de trots van de gemeenschap. De vereniging organiseerde excursies en feesten. WHO'ers en werkelozen volgden praktische cursussen om hun auto te kunnen repareren en klussen in huis te doen, zoals het aanleggen van elektriciteitsleidingen. Het Centrum Buitenlanders Midden-Nederland organiseerde de cursussen. Veel Utrechtse Grieken hebben zich bezig gehouden met het opzetten van Griekse restaurants. De Griekse keuken werd populair. Niet alleen in Utrecht, overal in het land dokken de Griekse restaurants op. Muziek en dans waren essentiële ontspanningsvormen. Grieken en Nederlanders vormden muziek- en dansgroepen en namen deel aan verschillende acties. In november 1985 krijgt de Griekse gemeenschap in Utrecht een nieuw cultureel centrum. Van de Willem van Oostraat verhuizen ze naar de Wirsingel Westzijde. Het nieuwe centrum is groter en er kunnen meer activiteiten georganiseerd worden. Nu kunnen taallessen, lezingen en emancipatiecursussen voor vrouwen opgezet worden. Er is een grote zaal waar de nationale feestdagen gevierd kunnen worden en waar ze films kunnen kijken. Een zeer actieve gemeenschap. Hier een congres over het Grieks onderwijs in Nederland. De belangstelling was groot. In het Grieks Centrum vindt de presentatie plaats van het boek De Grieken, geschreven onder auspiciën van dokter Hans Vermeulen. Door Anagenesi en het Centrum Buitenlanders Midden-Nederland werden veel trainingen voor de actieve leden van de gemeenschap georganiseerd. De Griekse vrouwen hebben een actief verenigingsleven opgezet.
Ontmoetingsbijeenkomsten, feestavonden, informatie en recreatie werden regelmatig georganiseerd. Oktober 2000, de Grieken vieren het 25-jarige jubileum van hun vereniging Anagenesis met het slogan Grieken onder de dom. Op de foto Dimitris Giannakos, consulent van het Multicultureel Instituut, tussen de toenmalige voorzitter Eleftheria Dimandoni en een van haar voorgangers Stavros Stavrianidis. Hier de dansgroep Pegasus die danst voor de jubilerende Anagenesis. De Grieks-Orthodoxe Kerk heeft een belangrijke plaats in hun leven. Hier de gezinnen van de gebroeders Dimitropoulos die wachten voor de Griekse kerk aan de Springweg in Utrecht op andere kerkgangers. De kerk, gevestigd in een voormalig gymlokaal, bestaat sinds 1986. De bondshandelaar Charilaos Chotakis was de belangrijkste geldschieter. Inmiddels is het 1998. De Griekse ouderen zoeken geborgenheid in het zorgcentrum Vest in de Kanaalstraat. Sinds 2000 namen de activiteiten wat af. Wel functioneerde het ontmoetingscentrum nog en de bibliotheek. In 2007 wijzigde de subsidieregels van de gemeente Utrecht. Met name de voorzieningen voor de activiteiten werden beperkt. In 2009 werd het ontmoetingscentrum aan de Wildsingel gesloten. De Griekse vereniging Anagenesis is sindsdien niet meer actief. Vanaf eind 2010 is een aantal Utrechtse Grieken bezig een nieuwe organisatie voor de Grieken in Utrecht op te zetten en een bestemming voor de 1000 boeken te regelen.